halverwege speelronde 32. Er is niks veranderd aan de situatie. Hebben jullie het daar dan nog extra over? Zo'n avond of zo'n dag na Ajax-Vitesse in dit geval? Nou, er is wel wat veranderd. We staan 3 punten achter. Ja, maar jij rekent altijd. We hebben die wedstrijd nog in te halen. Ja, natuurlijk. Kijk, de speelronde is niet afgelopen. Wij weten wat we moeten doen. We moeten winnen. Maar die situatie is niet veranderd. Dat moest je ook al in het geval van eventueel puntenverlies van Ajax. Ja, ja. Kijk, we moeten 3 wedstrijden winnen. Er zit niks anders op. Dus als je een keuze hebt, dan heb je een keuze, maar je moet nog steeds winnen. Ja. Brengt dat een ander soort druk met zich mee? Nee. Kijk, wat dat betreft is het gewoon 1 speelronde. Die moet je winnen. Druk hebben we altijd bij PSV. Dat zijn hele mooie clichés, maar het is wel waar. Merk je dat die jongens daar op een goede manier mee omgaan, ook nu het einde nadert? Ja, kijk, wij zijn al het hele seizoen bezig. Er wordt goed getraind. Dat zeg ik best vaak. Maar het ziet er goed uit. Dat geeft natuurlijk wel geen garantie dat je morgen wint. Zoals het ook geen garantie is dat je de wedstrijd in Eindhoven met 6-0 won van Willem II. 6-1. 6-1. Sorry, scherp trainer. Nou, kijk, dat zijn allemaal wedstrijden die kun je niet vergelijken. Dat is vrij vroeg in het seizoen, dacht ik. Na de kwalificatie voor de Champions League. En dit is een totaal andere wedstrijd. Willem II zit in een goede fase. Zij spelen de eerstvolgende wedstrijd, de bekerfinale. Dus ja, zeg het maar. Zou dat nog invloed kunnen hebben? Jij kent de trainer goed, Adrie Kos. Ja, wij hebben samengewerkt in Saudi-Arabië. Erg prettig samengewerkt. Succes behaald daar. Heel plezierig samengewerkt. Echt veel gelachen. Gepresteerd is het. Dat gaat altijd samen. Maar ja, als je een twijfelgeval hebt, ja, dan kan ik me voorstellen dat ze dat ze die speler niet laten spelen. Als we dan even over deze speelronde heen kijken, dan komt die soort van lentebreken, zoals het genoemd wordt al. Heb je al een idee wat je gaat doen? Nou, ik zou zeggen, we hebben wat in het hoofd zitten. We moeten kijken of dat lukt. Maar het is inderdaad een hele uitzonderlijke situatie. Dat ook nog ronde 33 naar ronde 34 wordt. Ja, dat is natuurlijk wel heel, heel raar. Dat heeft te maken met degradatie. Dat heeft te maken met play-offs. Dat heeft te maken met kampioenschap. Schorsingen, blessures. Ja, dat heeft overal invloed op. Ideaal is het zeker niet. Nee, maar je moet je erbij neerleggen. En dus gewoon door. Gewoon je ding doen. Ja, dat is het rare. Dat je erbij neer moet leggen. En dat moet je ook doen. Kijk, je kan er nou over zeuren en over praten. Het is natuurlijk wel zo dat het invloed heeft. Succes morgen. Het is wederom een belangrijke. Ja, zoals elke wedstrijd. Ja.